het lijkt een beetje aardig, maar... Oh. En makkelijk. En makkelijk. Sorry. Goedemorgen, het is nu maandag, het is 9:30 en ik ben wakker. Beetje laat. Dat is eigenlijk niet wat ik wilde, gewoon buiten. Papa maakt altijd een heel lief ontbijt voor me klaar. Alleen, het was eigenlijk niet wat ik wilde eten. Zeg maar, we hadden het over gehad dat ik... Oh, dat is ook niet handig. We hadden het over gehad dat ik beter moet eten en meer. Omdat ik best wel veel sport nu en anders moet ik juist heel erg veel afval. Dat heb ik echt totaal niet. Ik ga me denk ik ook vanmiddag even wegen. Maar en ze hadden dus gezegd dat ik havermout met vanillejoghurt zou gaan eten elke ochtend. Maar er is dus nog twee broodjes met chocoladepasta voor me gemaakt. En misschien denken jullie nu van, hoezo maakt je pa elke ochtend brood? Maar dat weet ik, dat is gewoon een soort van, sinds basisschool al geweest. En nu doet hij nog steeds. Vraag mij af waar die is, want zijn iPad ligt hier, zijn telefoon ligt hier, tippen die zit in de voorkamer. Where is daddy? Nou, ik ga eventjes ontbijten. Ik heb een broodje met chocoladepasta en koffie. En ik ga even morgen wel terugkijken van gisteren. Ik heb echt super veel zin in, want ik vind het echt spannend. Morgen, het is vandaag dinsdag en ik heb al gedoucht. Ook echt voor het eerst. Ik heb nog wel even lekker mijn joggingbroek aan. Ik moest mijn benen helemaal schreeuwen, want ik ga vandaag naar laser, Jasmine Laser Clinic. En het jeukt nu echt super erg. Ik vind het echt vet irritant. Ik weet niet of iemand anders er ook last van heeft. Maar ik heb het vooral in de winter heel erg. Nou, ik word helemaal gek. Dus ik heb even lekker losse broek aangedaan. Als het weg is, doe ik wel weer een normale broek aan. Ik heb net ontbijt gemaakt. Ik heb hier twee broodjes met salami en havermout met... vanillejoghurt en koffie. Ik ga proberen veel te ontbijten, want ik eet echt te slecht gewoon. Dus ja, dat is een beetje de situation. Ik zit alleen maar aan mijn been te krabben nu, omdat ik gewoon echt super erg jeuk heb. Dat is dus wat ik vandaag ga doen. Ik wil vandaag nog wel een video opnemen, maar moet kijken of dat lukt. En anders doe ik het misschien vanavond. Want daar heb ik natuurlijk wel een mooie lamp voor dat dat kan. En nu ga ik even chillen en ja... Ik heb net mijn roddel video opgenomen en hij komt denk ik over een paar dagen online, maar hij staat al online als jullie het zien. Dus ik hoop dat ik hem in dat i'tje kan zetten, maar ik snap niet hoe dat werkt, dus misschien niet. En Steven komt zo langs, want ik had hem even gefacetimed en hij gaat vanmiddag sporten met een van zijn beste vrienden. Maar ik zei van, kom er nog eventjes langs. Ze zei ja, is goed. Dus hij komt er nog langs, gaat hier eventjes lekker ontbijten. Dus dat is nog even gezellig. En daarna ga ik naar Amsterdam om weer gelezen te worden. En ik probeer het nu met iemand op te pakken. Soepel. Ik heb deze fles voor mezelf gekocht. Dag, geen sponsoring trouwens. Maar ik heb mezelf gezegd dat ik nu elke dag een hele fles water moet leeg drinken. Dus kijk of dat kan. Ik heb deze aan en deze aan. Ah, dat is toen Max. Maar ik vind het gewoon fijn. En als ik al meteen mijn kleren aan met mijn laser. Yo. Ik ben nu bij Jasmine Laser Clinic. En het lijkt zich niks aan, maar ik heb wel nog wat aan. En ik zit nu in de gel. En we gaan even een foto maken voor Insta. En dan gaat het beginnen. Het pijnlijke proces. Goedenavond, ik ben dus bij Jasmine Laser Clinic geweest. Lekker beentjes, bikinilijn, oksels. Dat was het volgens mij. Alles zeg maar gelezen. Zo,
Nu heb ik lekker mijn haartjes gehad. En we gaan lekker. Lekker. Ik ga met mijn ouders filmpjes van vroeger kijken. Dat vind ik altijd super leuk. Kan je er wel een beetje van laten zien, denk ik. En ik moet even een foto. Is mijn laptop leeg? Overzetten naar mijn telefoon. Ik weet niet of ik nog filmpjes laat zien. Misschien film ik hem met mijn telefoon, maar mijn camera laat ik denk ik gewoon lekker even boven. En morgen ga ik naar Utrecht, dus dan kan ik wel weer wat meer filmen, maar... Ja, ik heb gewoon niet zo erg veel interessants. Ja, zeg maar, ik ga niet de hele tijd filmen als ik bij dat laserding lig, want je ligt er ook echt half naakt, snap je? Dus dat is niet heel logisch. Ik heb uiteindelijk deze uitgekozen om naar mezelf toe te sturen, maar die vond ik gewoon heel erg leuk. Alleen daar zit ik minder charmant. En deze, die vind ik heel mooi. Die wordt dan denk ik een beetje zo afgesneden. En die zet ik dan zo meteen op Insta. En ik ga mijn haar lekker beneden eventjes zo meteen uitborstelen. Maar ik ga dus nu naar beneden. Misschien film ik nog wat, misschien niet. Ik kijk nog eventjes of ik dat leuk vind. Als ik de geit aan het trek, dan trek ik het terug. Hey, lieve mensen. Ik ben net wakker en zag ik dit. Geen idee waarom de fiets op de gang staat, maar ik had gisteren nog broodjes gesmeerd en meegenomen naar de laser, alleen die heb ik niet opgegeten, dus die heb ik nog in de koelkast liggen. Dus ik ga waarschijnlijk die even ontbijten, kijken of die nog lekker zijn. En het is vandaag woensdag. Daar zijn alle viesdingen stuk. Maar vandaag ga ik misschien naar Utrecht, moet nog even kijken, ik moet stap samen. Dat weet ik nog niet zeker. Het is ook sneeuw, dus ik weet ook niet of de bus naar zo gaan. Blijft hij zo staan? Nu heb ik natuurlijk wel koud brood. Maar ik denk wel dat het op zich nog wat te weten is. Koffie. Zo, ik ga even lekker ontbijten en iets van Curvy Supermodel kijken. Of Models in Cape Town, want dat vind ik vet leuk. Zit in de trein. Ik heb allemaal boekjes. Model, maar pas. En we zitten in ons eigen honkie. Yeah, let's go. We gaan naar Utrecht. Dus, of ik daar heel veel ga filmen. Waarom deed je die eigenlijk weg bij mij? Huh? Iedereen zo om en toen deed die weg. Ja, zodat ik jou kon zien, hoe ik jou filmde. Als ik zo, dan weet ik toch niet of ik jou goed film. Maar ik wel. Oké. Okay. Jij gaat daar zo'n rol met deze show. Ik loop eens mee. Nee. Jawel. Ja, schattig. Wij zijn terug van Utrecht en ik heb deze gekocht van LSI. En deze broek is van de Bershka. En ik ga hem hier eventjes afknippen, want hij is een beetje lang. Maar dat vind ik wel tof. Nu ga ik laten zien wat Stefan heeft gekocht. Stefan heeft een Adidas broek gekocht en hij is echt super mooi. En een hemdje. Deze shirt. Shirts. En die. Dat leuk. En nu gaan we even een beetje opruimen. Ah, wat leuk! Goed.
Goedemorgen. Maar Julia, je moet je vlog nog openen voor vandaag. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Zeg het. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik ben met Stefan. En ik ben met Julia. Ik voel me niet zo lekker. Julia is poesie. Zo doe je. Hey, ik heb mijn nieuwe Alice shirt aan. En mijn broek. En ik heb mijn broek eens afgeknipt. En het is best wel goed gelukt, vind ik. Ik heb het nu bij mijn mond. En we zijn eten aan het maken. Ik ben tosti. En ik ga Love Island aanzetten. Hey, I'm back. Ik was al de hele tijd back. Maar ja, ik ben echt weg geweest. Ik moet nu... Stefan is weg. Ik moet nu mijn video gaan editen. De roddelvideo. Ik zou zondag eigenlijk een shoot hebben. Maar dat gaat niet door omdat het echt niet lekker weer wordt. En het zou buiten zijn. Dus dat gaat even niet door. Maar ik heb wel even een rustig weekendje. Dus dat vind ik ook even chill. Ik moet even wat gaan opzoeken voor Cookette. Ik weet niet echt of ik even ga bellen. Of... Ik ga mijn bril opdoen. Dit is eigenlijk trouwens nu mijn outfit. It's not really fashionable, but yes. Oh, jezus, mijn bril is vies. Zo. Lang niet meer opgehaald. Ik moet eigenlijk weer een nieuwe hebben, vind ik. Ik vind niet dat deze mooi is. Hoofdpijn, dus ik moet wel veel gaan drinken vandaag. Het is echt al 2 uur en ik heb het idee dat het nog steeds maar ochtend is. Maar ik voelde me gewoon niet zo lekker. Niet zo fit. Oké. Bril op. Knot op mijn hoofd. Ik ga even editen. Ik ga trouwens vanavond even een gordel doornemen met de meiden. Dus dat kan ik misschien ook even filmen. Ik ben dus even aan het editen. En ik heb zo meteen... Ik heb mijn haar net los gedaan, maar ik weet niet waar mijn elastiekjes zijn. Ik heb zo meteen een FaceTime gesprek met Cookette. Met 2 mensen van Google. Dus dat is leuk. Ik zit echt in mijn koffie. En ik ben echt moe. Ik moet een beetje kleding uit gaan zoeken voor de fotoshoot die ik heb binnenkort. Dus vandaar dat ik druk bezig ben met Coolcat en met mijn management. En selfies komt natuurlijk ook bijna uit. Deze online staat is die wel al, is de pre-order al wel uit. Maar de ding is nog niet. Staat nu aan. Good morning. Het is vandaag een leuke dag, want Selfish is als pre-order te bestellen op iTunes. En ik heb echt fucking mooi licht nu. Damn.
Ik ga zo meteen naar Shiro's en ik weet niet wat ik met mijn haar wil doen. Ik denk dat ik het gewoon blond wil houden met een goede toner erin, waardoor het zeg maar ietsjes donkerder weer wordt. Wat ik heel erg mooi vind. En ik vind het nu ook heel erg mooi, alleen die uitgroei is gewoon te erg, zeg maar. En dan, daar zit ik denk ik wel een paar uur. Vorig jaar was ik er 7 uur, maar toen was het echt super druk. Dus ik hoop dat het nu iets sneller gaat. Maar ik heb gewoon heel dik haar, dus mijn haar duurt altijd echt een paar uur voordat het zeg maar klaar is. Ja, je kan niet alles hebben in het leven. Ik heb dit aan vandaag. Ik heb weer dit shirtje aan, maar ik vind hem gewoon echt super leuk. Ik heb een bomber aan van, ik weet niet meer waarvan die is. Ik heb hem super lang en een broek van de Bershka. Dus ja, super blij. Ik vind echt dat het licht mooi is hier. I really like it. Ik ben thuis van Shiro's en ik heb daar niet gevlogd, want ik ben mijn camera vergeten. Was mijn camera vergeten. Mijn haar is echt, ik had het zelf niet eens een heel goed licht gezien. Vet mooi geworden. Het is echt weer mooi assig en I love it. En Stef zei tegen mij dat ik naar mijn kamer moest gaan kijken als ik thuis was, want hij was net bij mij thuis. Oh, hè? Oh. Hij heeft de kamer opgeruimd. En dit gedaan. Zo schattig. Oh. Kijk. Dit hadden we gedaan in Utrecht. Samen. Oh. Dit is toch mega schattig. Oh, ik smelt echt. Oh. Ik ben trouwens echt vet moe, maar hoe schattig dat hij het heeft gedaan. Ik had net even gelijk geappt. Ik heb echt vangen voor honger. Ik ben echt super blij met mijn haar trouwens. Vet leuk. Even kijken, ik denk dat ik mezelf gewoon ga volvreten met chips. Ik ben echt moe. Ik dacht nog zou ik even gaan sporten, maar ik ga lekker chips vreten voor mijn leven. Zin in! En Stef die komt, die heeft nu een stage. En nu lijkt het super grijs, maar het is best wel bruin en licht gebond. Stefan is dus nu stage en die komt om 8 uur heen. En dan gaan we samen eten maken. En dan hebben we gewoon een gezellig avondje. Dus dat is echt super leuk. Daar heb ik echt best wel zin in. Vooral nu hij dit heeft gedaan. Ik bedoel, het is zo cute. Zo, maar het is vet plat nu. Maar dat is omdat het zeg maar geveend was. En toen was ik gelijk weggegaan. Dus dan had ik het niet. Ik wilde het ook niet gesteld hebben. Want dat doen ze eigenlijk altijd gewoon. Maar ik moest opzitten voor mijn trein. Dus vandaar dat het nu vet plat is. Maar ik wilde zeggen dat wij vanavond zelf kapsalon gaan maken. Dus dat is vet lekker. We maken het dan met krulfriet en kipfilet en zo. Ik ga nu eventjes op de bank zitten. Ik heb chips, ik heb drinken. Ik ben klaar met mijn dag. Ik heb het huis een beetje gezellig gemaakt. En muziek aangezet. Even een lief liedje aandoen. En hij komt zo hierheen, want hij heeft, als het goed is, is hij altijd klaar met lesgeven. Kijk hoor. Eigenlijk is Perfect een beetje ons nummer. Deze is ook wel heel mooi. En ik heb allemaal kaarsjes aangestoken. Kijk. En we eten gemaakt samen. Kijk, we hebben samen kapsalon gemaakt. Vet lekker. Kipsalon. Oh ja, met gekrulde frietjes, kip, kaas en sla. En makkelijk. Sorry. Ik heb, surprise, weer de hele dag niet gevlogd. Het is niet echt mijn week. Ik heb vandaag dit aan.
Want ik heb vanavond een verjaardag. En ik heb deze opgehangen. Naast die andere die er al hing. En ik heb dus weer een nieuwe spiegel. Ik heb al de hele tijd geen spiegel gehad. Dus ja, I like this outfit. Dit is mijn outfit. Deze is volgens mij van de Bershka en deze van Lovies, denk ik. Van de oudere collectie. Ik vind mijn haar nog steeds vet mooi. Het is echt zo'n rustig kleurtje even ofzo. Ik weet niet. Ik vind het echt chill. Jezus, ik ben keelpijn, man. Ik ga mezelf wel volvreten. Ik heb honger. Het is echt super lekker weer. Oh, oké. Okay. En wij gaan bugles eten. Buiten. Het is echt super warm. Echt bizar lekker weer. Waar ben jij, Oda? Nu? Ik zei, waar ben jij, Oda? Zeg je? Ik zei, waar ben jij? Ik zei, Oda. Ik ben hier. Wat gaan we zo doen? Nu? Wat gaan we zo doen? Gaan we binnen zitten zo? Nee. Goedenavond. Ik heb verder niet meer gevlogd en ik film nu ook met mijn telefoon. Maar we zijn bij Stef en we gaan nu gewoon even lekker een filmpje kijken. En ik heb de deken gepakt, want ik heb nog steeds keelpijn en ik heb het koud. En ja, wat een fijn weekendje. Wat moeten ze doen? Zeg je? Wat moeten ze doen? Wat? Abonnement eren. Allemaal even abonneren. En duimpje omhoog. Vergeet ons niet te volgen op Instagram en zo. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei. Yeah.